Hey allemaal, welkom bij weer een video. En vandaag ga ik jullie mijn favoriete beautyproducten van de afgelopen 2 maanden laten zien. Dus dat is van maart en april, want het is inmiddels alweer begin mei. Begin ik met een product dat echt heel belangrijk is voor de aankomende maanden. Het is nog niet zo mooi weer vandaag, maar dat wordt het vast wel. En dan moet je je gezicht goed beschermen tegen de zon, dat weet iedereen. Het is eigenlijk de beste manier om te zorgen dat je geen of weinig of minder rimpeltjes krijgt en andere ouderdomsverschijnselen in je gezicht, is je gezicht goed beschermen tegen de zon met een SPF product. Product met SPF erin. Dit is dus Lancaster Sunsport. En dan de Invisible Face Mist is ideaal. Want het is een transparante zonnespray die je op je gezicht kan sprayen. Met een SPF 30. En hij zorgt, ja, dat kun je dus gewoon over je make-up aanbrengen. En die blijft goed zitten. Dus natuurlijk, na een tijdje moet je hem weer bijwerken. Maar dat kan er ook weer gewoon overheen. Je gezicht gaat er niet van glimmen. Je krijgt er geen witte waas van over je gezicht. En het is echt een ideaal product. Ik heb het al heel vaak gebruikt. Ideaal om mee te nemen ook. Het is niet zo'n hele grote verpakking. Je spreekt je gezicht, maar het kan natuurlijk ook op je lichaam. Als je dat nodig vindt, dan kan het prima. Hij is water- en zweetresistent, dus hij kan ook nog wel eventjes wat hebben. En hij beschermt tegen de zon, dus ideaal om mee te nemen. Lancaster heeft er nu eentje. Ik heb inmiddels ook andere varianten gezien van andere merken. Maar deze vind ik tot nu toe in ieder geval de fijnste die ik getest heb. Nou, en over zon gesproken, die was er nu, nou ja, in ieder geval nu niet zo heel erg. Maar als je dan toch een beetje je benen, je armen, nou ja, whatever, een beetje donkerder wil maken, een tintje wil geven, dan heb ik deze gebruikt. En ik was echt blij verrast door deze Biodermal Sunkist zelfbruinend body lotion. Het is dus een bruin zonder zon, een self-tanner, maar hij is niet zo heftig. Het is een hele dunne body lotion die je makkelijk kan verdelen. Geen last van strepen of andere rare dingen, maar je krijgt echt een goed kleurtje van. Binnen 4 uur zie je resultaat, nou dat klopt ook wel, misschien zelfs wel sneller. Dus bij mij een hele mooie natuurlijke kleur. En ik moet wel zeggen, hij blijft niet zo lang zitten, dat heb ik het idee. Het is niet zo dat ik na 3 dagen het effect nog zie. Nog wel een dagje, maar daarna vind ik het effect wel weer afnemen vrij snel. Maar dat neemt niet weg dat het gewoon een hele fijne body lotion is. En Biodermal is natuurlijk best betaalbaar. Dus dat is ook een mooie meevaller. En hij brengt makkelijk aan, dus zonder streep of vlekken. Gewoon met je handen. Daarna wel even je handen goed wassen, maar dan is het verder oké. Okay. Dus de Biodermal Sunkist zelfbruinende body lotion is echt de topper. We blijven nog eventjes bij producten voor het lichaam. En deze is de Molten Brown Roze Absolute Bath & Shower Gel. Nou, als je nog een cadeautje voor je moeder zoekt voor moederdag. Dit is echt een zalige geur. Het is een roze geur, maar dan wel een roze geur. Een beetje een zoete roze geur. Hij is niet te zwaar, niet te zoet, niet te veel klassieke roze. Maar echt alles gecombineerd. Een hele warme geur. Ik douche bijna altijd 's avonds en dan vind ik deze echt heel erg lekker. Je hebt maar heel weinig nodig, want ik gebruik hem nou iedere dag niet, maar wel om de dag. En je hebt maar een klein beetje nodig om echt wel lekker te ruiken. De geur blijft ook best wel hangen. Dus dit vind ik echt een hele fijne geur en echt een mooie moederdaggeur. Er zijn nog meer producten van volgens mij, maar deze bath en shower gel vind ik in ieder geval heel erg lekker. Gaan we naar gezichtsproducten. Dit is ook echt een verrassend product voor mij. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik het veel lekker zou vinden. Het is het Colistar Eye Contour Hyaluronic Acid en Peptides Perfect Eyes. Ja, het is eigenlijk een gel-achtig product. Het is dus niet een oogcreme, want hij is eigenlijk heel waterachtig. Er staat hier ook, je moet een kleine paar druppeltjes rond je oogcontouren, dus zowel hier als daar aanbrengen. Trekt heel snel in. En ik dacht eigenlijk dat het uitdrogend zou zijn, maar het is het totaal niet. Het is juist heel mooi. Trekt heel snel in de huid, zorgt voor een mooie gladde finish zonder dat er siliconen of iets dergelijks in zitten. En ik heb het nu, denk al 2 maanden gebruikt. Het is nu voor de helft denk ik leeg en zit nog steeds in. Die gebruik ik echt maar heel weinig. En ik ben echt blij verrast door het resultaat. En ik blijf deze ook zeker gebruiken. De hyaluronic acid, dus hyaluronzuur, zorgt gewoon voor hydratatie. En de peptides zorgen eigenlijk voor dat je huid op lange termijn weer wat steviger wordt. Nou, dat is altijd goed natuurlijk. Dus dit vind ik echt een aanrader. En ook Colistar is goed betaalbaar, vind ik altijd. Zeker voor wat je krijgt. En hij is van de Pure Active line. Dus misschien ook nog even handig om te weten. En nou, alle informatie, ik noem geen prijs en zo in mijn video's altijd. Ik zet ze altijd hieronder zo neer. Zodat je het altijd makkelijk terug kan vinden. En je kan Colistar gewoon vinden bij de bekende parfumerie en zo. Deed ik nog een ontdekking. Nou, tenminste een ontdekking. Het is eigenlijk een nieuw product. Lancôme heeft al heel lang de Tint Idol. Dat is een hele bekende lijn eigenlijk met een foundation, maar ook andere producten erin. En nu hebben ze de Tint Idol Ultra Wear uitgebracht. Het is gewoon weer een vernieuwde variant zeg maar, van hun
Nou, het meest verkochte, denk ik, foundation. Hij is 24 uur lang, blijft hij goed zitten. En hij is comfort en retouch free. Nou, 24 uur lang draag ik normaal mijn foundation niet. Maar hij gaat inderdaad echt de hele dag mee. Ik gebruik hem, breng hem 's ochtends aan, zit 's avonds nog goed. Je hoeft hem inderdaad niet bij te werken. Blijft goed zitten. Je voelt hem niet zitten. Ik moet wel eerlijk zeggen dat je hem een beetje ziet. Want het is wel een foundation die best wel dekt. Dus je ziet ook wel dat je iets draagt. Dus het is niet een super natuurlijke foundation. Hij is wel mooi mat. Zonder dat hij dof is. En ik heb een review al, uitgebreide review eigenlijk al op YouTube zien gezet. Dus wil je nou meer weten en foto's voor en na, dan kun je altijd daar nog eventjes kijken. De link zal ik in de beschrijving zetten. Dat is misschien wel handig, maar ik vind hem heel goed. En hij is ook in heel veel kleuren te krijgen. Dus dat betekent dat bijna voor iedereen wel een geschikte kleur is. Dus ga zeker even kijken bij Lancôme. En als je daar nou toch bent, dan moet je ook even naar deze matte shakers gaan. Ik was eigenlijk een beetje sceptisch, omdat vorig jaar hadden ze de Juicy Shakers. Dat waren zeg maar een beetje die fruitige lipgloss shakers met een kleurtje en een geurtje. En ja, die vond ik niet zo heel spectaculair, maar dat komt ook omdat het gewoon niet zo mijn ding is. Ik hou meer van een goede dekkende lipstick, het liefst nog met een matte finish. En laat deze dan nou precies zo zijn. Het zijn dus een soort van cocktail shakers. De pigmenten zijn echt goed gepigmenteerd. Je moet wel deze shakers heel goed shaken. Tot je ook daadwerkelijk het balletje hier hoort. Nou, en dan krijg je dus het effect dat ik nu op heb. Ik heb nu de Magic Orange, zoals dus deze oranje op. Die vind ik heel mooi, maar ik ook... Hoe heet die ook alweer? Mon Cherie of iets? Nee, Kiss Me. Sorry. Nee, Kiss Me Cherie. Dat is deze. Een mooie rode kleur. Die heb ik ook heel vaak gedragen. En het mooie is, je voelt ze echt niet zitten. Ze drogen je lippen niet uit. En ze blijven heel lang zitten. Zelfs bij een etentje blijven ze goed zitten. Of zoenen. Wacht, ik ga het proberen. Helemaal niets. Nee, en die kleur zit er nog gewoon op je lippen. Ik vind het echt aanraders. En ik vind het jammer dat ze maar 7 kleuren volgens mij hebben in Nederland. Dus wat mij betreft mag dat assortiment veel groter worden. Ik vind ze echt heel erg fijn. En ik geloof ook dat het wel gaat gebeuren. Dus kom op Lancôme met de nieuwe kleuren matte shaker. Want ik ben fan. Dus ben je nou bij Lancôme voor de foundation? Kijk dan ook even naar deze. Misschien zit er wel een leuk kleurtje voor je bij voor de zomer. Nou, matte lipstick, zei ik al, ben ik fan. Nu ben ik ook heel erg fan van deze kleur van MAC. Dat is de Retro Matte Lip Color in Burnt Spice. En die is gewoon echt heel mooi. Want ik moet eerlijk zeggen, ze zijn wel anders dan die van Lancôme. Deze is wat dekkender. Je ziet hem wat meer zitten op je lippen. En hij voelt ook wat droger, vind ik zelf. Maar de kleur is gewoon heel mooi. Burnt Spice is een hele mooie, een beetje warme nude kleur die mooi bij mijn lipkleur past. En dat blijft ook goed zitten. Misschien dat die van Lancôme wel iets beter blijven zitten zelf. Maar deze is gewoon de kleur die ik heel vaak overdag draag. Dus Nude Spice, zeg ik dat goed? Nee, Burnt Spice van MAC. Dit is echt een mooie kleur. Nou, ik ben een beetje late to the party, zoals ze dat zeggen. Ik ben een beetje laat met deze tattoo liner van Kat Von D. Want heel veel YouTubers, vloggers, bloggers waren al heel erg fan. En ik dacht altijd, dat kan eigenlijk niet zoveel bijzonders zijn. Want ja, eyeliner pen is eyeliner pen. Maar dat is niet waar. Eyeliner pen is niet eyeliner pen. Heb ik inmiddels natuurlijk ook wel gemerkt. Maar deze tattoo liner van Kat Von D is echt heel goed. Diep zwart, blijft perfect zitten, is toch wel waterproof. Officieel, is hij het wel? Ja, hij is waterproof. Hij blijft echt goed zitten, maar 's avonds krijg ik hem toch verrassend goed weer af met een goede reiniger. En hij brengt precies aan. Hij is een beetje stroef, hij heeft een matte finish en ja, hij blijft gewoon de hele dag zitten, vlekt niet. Ja, gewoon perfecte eyeliner. Ik ben inmiddels aan mijn tweede toe en ik ben nog steeds fan. Dus dit is een blijvertje, zeg maar. Dus ik hoop maar dat Kat Von D snel ook naar Nederland komt. Want dan is het bestellen en kopen net even wat makkelijker. Dus deze koop ik nu. Bij Sephora in Frankrijk. Ik heb deze volgens mij echt in Parijs gekocht. En als ik dan daar ben, koop ik gelijk een paar van mijn favorieten, zeg maar. Neem ik die mee. En anders kun je ze ook online bestellen. Ik ben bijna door mijn favorieten heen. Dit is ook nog één. Die zit nog dicht. Je denkt, hoe kan die nou favoriet zijn? En dat kan, omdat mijn andere pot al leeg is. Het is de Multi Miracle Glow. En het is een cleanser, een mask en een balm voor baby soft skin van Charlotte Tilbury. En het is dus een alles-in-één product. Het is een product waarmee ik in ieder geval mijn make-up voor mijn gezicht haal en mijn huid reinig. Dus het is een balsem om je gezicht te reinigen. Maar je kan het dus ook gebruiken als masker. Als je huid een beetje droog of misschien vermoeid aanvoelt. Je denkt, ik wil echt een soort van pampering voor mijn huid. Breng je gewoon een laagje van deze balsem op je huid aan en laat je het zitten. En haal je het daarna wat overblijft nog eraf. En je kan het dus inderdaad ook als balsem gebruiken. Dus als je echt een hele droge huid hebt of je huid is echt
toe aan extra voeding, aan extra zachtheid. Dan kun je het gewoon op je huid laten zitten. Ik vind het zelf een heel lekker en fijn product. Maar ik moet wel zeggen dat die vrij snel op is. Het is een pot van... Even kijken hoor. Van 100 milliliter. Dat is best wel veel. Maar je gebruikt, omdat je met je handen erin moet... Je kan natuurlijk ook een spateltje pakken. Maar ja, je gebruikt best wel veel eigenlijk. Je hebt ook wel veel nodig om goed je gezicht te reinigen. Mijn huid voelde daarna echt goed en zacht en mooi aan. Foundation... Alle make-up is er eigenlijk gewoon heel goed vanaf. Dus dat is echt wel een pre. Prik niet in je ogen. Ook heel fijn, want ook je oogmake-up kun je ermee afhalen. Ja, ik vind het eigenlijk een hele fijne reiniger. Nadeel is dus wel dat hij vrij snel op is. Er zijn reinigers waar je echt langer mee doet. Maar deze dan weer multifunctioneel. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik het niet zo snel als masker of balsam gebruik. Daar heb ik dan weer andere favorieten voor. Maar hij is wel heel fijn. Nou, ik ben er wel bijna doorheen inmiddels. Mijn groep dus nummer 10 of zo hebben we inmiddels al gehad. Ik heb er iets meer dan 10, want... Het gaat over 2 maanden, dan mag dat natuurlijk wel. Dit is in ieder geval de Cabrow van Benefit. En dat is mijn favoriete wenkbrauwproduct van dit moment. Met deze aparte kwast. Laat ik zo zeggen, een kwast en een borsteltje dat je apart moet kopen. Cabrow is een beetje een gel wenkbrauwproduct. En ja, het is gewoon heel fijn in gebruik. Het brengt je haartjes op het model. Het zorgt ervoor dat je wat meer kleur hebt. Je kan je wenkbrauw er wat mee verlengen, wat strakker maken. En je kan er eigenlijk alles mee. En je kan het daarna goed doorborstelen met zo'n borsteltje. Waardoor je een hele mooie natuurlijke look krijgt. En het blijft de hele dag zitten. Dus wat wil je nog meer? In het dopje van de Cabrow zit trouwens ook een kwastje. Maar die gebruik ik eigenlijk niet. Ik gebruik altijd een apart kwastje. En ik heb nummer 3. Dat is mijn favoriete kleur. Want ik had eerst 4. Die vond ik net een tikje te donker. En de 3 is eigenlijk perfect. Nou, last but not least. 2 favoriete geuren die je ook nog eens een keer samen kan gebruiken. Dat is wel leuk. Het is de nieuwe Eccentric 04 van Eccentric Molecules. Nou, favoriete. Mensen die gek zijn op geuren... die kennen vast Molecule wel. Molecule is natuurlijk een heel bekende geur. De parfum die bestaat uit 1 molecuul. Nou, dit is nummer 4 alweer uit de range. Want je hebt dus ook 2 en 3. En nummer 4 is zit een molecuul in die ruikt als sandelhout. En dat is ook weer een geur die bestaat uit 1 molecuul. Er zijn weer 2 varianten van. De Molecule 04 en de Eccentric 04. En de Eccentric 04 die ruik je dan zelf ook wat beter. Omdat er ook wat andere ingrediënten aan zijn toegevoegd. Maar de Molecule 04 bestaat echt uit dat ene ingrediënt. Dus de ene molecuul die ruikt naar sandelhout. Nou, en het grappige is dat ik deze Tobacco and Mandarin Cologne van Jo Malone. Van de Bloomsbury set had. En ik vond dat deze heel goed bij elkaar passen. En dat klopt ook, maar ze zijn ook apart heel lekker. Deze is een beetje zoetige geur, moet ik zeggen. En dat is voor tobacco en mandarin eigenlijk hetzelfde. Het is een warme, zoete geur. Die je echt moet denken aan zo'n doosje met sigaren. Wat je misschien vroeger wel bij je opa ruikte. Of bij ergens anders in een winkel of iets dergelijks. Maar het is niet een mannelijke geur. Want dat komt weer door de mandarijn die het net wat zoeter maakt. Zoet, maar niet heel fris. Dus het is een hele mooie combinatie. En bij elkaar ruiken ze ook heel apart. En dat is ook wel logisch, want tabak en hout en mandarijn passen dan weer heel goed bij elkaar. Dus beide echt heel fijn. Deze geur is vrij, die is alleen maar tijdelijk te koop. Samen met nog 4 andere uit de Bloomsbury set. Met deze speciale illustratie erop. En deze die is gewoon zeg maar vanaf nu altijd te koop. Samen met de Molecule 04. En dan zijn er dus 4 verschillende. En ik heb ze allemaal. Ik vind 1, 2 en nu 4 dan inderdaad ook erg lekker. 3 vind ik dan iets meer mannelijk moet ik zeggen. Dus die staat dan weer bij Marco. En die gebruikt hem ook wel heel vaak en heel graag. En een aanrader zijn ook de shower gels van de Molecules. En ik heb ze van 1 en 2. En 3 hebben we ook. Dus ik ben benieuwd wanneer 4 komt. Dan kunnen we die ook gaan uitproberen. Dus dat waren mijn favorieten van de afgelopen 2 maanden. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Als er al reviews zijn, dan zal ik de linkjes in het artikel. Laat ik het zo zeggen dat ik de linkjes in het artikel. En die link vind je weer hieronder. Al staan er zoveel linkjes. En alle informatie over de prijzen heb je al voorbij zien komen. Heb je dan nog vragen? Dan kun je ze altijd stellen. En dan zie ik je vast snel. Dankjewel voor het kijken.